Ik ben Joop Ruter. Ik ga het vandaag de Senior Games ga ik doen. Deze 76-jarige Rotterdammer loopt op de European Senior Games in Zeeland de 100 meter. De Senior Games zijn wedstrijden voor 50-plussers. Toen Ruter op 51-jarige leeftijd zijn baan verloor, was hardlopen dé manier om zijn energie kwijt te raken. Hij bleek een talent en liep de 10 kilometer al snel in 33 minuten. Ruter wil op de sprint een Nederlands record lopen. Daarvoor moet hij sneller zijn dan 16 seconden 20-honderdste. Ik heb al 3-4 sprinten gemaakt 100 meter, dus dan zouden we klaar moeten wezen. Hè? Ja, ben je helemaal warm? Ja, helemaal warm. Lichamelijk helemaal in orde? Ja, lekker. Prima. Voel me goed. Ja? Dus, ik kijk wel. Het kan beginnen. Ik geniet ervan. Het kan beginnen van jou. Het kan van mij beginnen. Vlak voor de start wordt door de stadionspeaker nog even gerefereerd aan zijn wereldrecord. Zo, Joop, hoe ging het? Ging lekker. Ging lekker. Wat denk je dat je tijd is? Nou, ik hoorde iets van 15 hoog. 15 hoog, dat zou een Nederlands record. En dat zou een Nederlands record wezen als het, hè? 15.40. Dus gelijk voor de eerste keer gelijk en even een Nederlands record eigenlijk. Even luisteren naar je tijd. 1588. Nederlands record. Gefeliciteerd, Joop. Gefeliciteerd. Nederlands record. Hoi. Ja. Voor de eerste keer, en dat is niet gek, hè? Nee. Kom je van een lange afstand en dan ga je kort lopen en dan pak je een Nederlands record. Later werd zijn tijd nog met 300ste gecorrigeerd naar 1585.